harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van Van der Vlerk. En Ter Haar. Dat zijn wij dus. We praten in deze aflevering met Roland van Vught. Hij is de promotor van Tiel, zo kunnen we dat wel stellen. En we hebben het over het arbeidsmarktonderzoek van OCT en RSC Rivor. Daarvoor hebben we uitgenodigd Paul Nieuwenhuis en Kees Kruidwagen. Van harte welkom. Dit is Van der Vlerk. En Ter Haar. Roland van Vught aangeschoven, die houdt zich bezig met de promotie van Tiel. Zo mag ik het wel omschrijven. Ja. En dat gaat goed, want Flipje, dat is eigenlijk een paar jaar geleden opgepakt als symbool voor Tiel. En dat werkt. Dat werkt, ja. Tiel staat voor Flipje. Ja, hoezo werkt dat? Nou, wat je ziet, kijk, wat belangrijk is als je als stad je verhaal wil vertellen, is dat je eigen inwoners en je eigen ondernemers er ook mee aan de slag gaan. En als ik zie hoe vaak ik Flipje weer tegenkom in de stad, bij mensen achter op de auto, een sticker, of bij ondernemers die vragen om toestemming om gebruik te maken van het beeldmerk, dan zie je dat het leeft. Ja, je veel kunt meer zeggen, want het is oudbollig, het is dit, het is zus en het is zo, maar het is een supermerk. Ik heb het zelf ook gemerkt, hè? Ik was, het is nu inmiddels een jaar of vier geleden, op Curaçao. Waar kom je vandaan? Zit je daar met echt een inwoner van Curaçao te praten? Ja, uit Tiel. Oh, van Flipje. Ja, ja, dat is natuurlijk grappig. En dat moet ik als een compliment opvatten. Nou, ik was er trots op. Ja, dan kun je me zullig noemen, maar dat vond ik wel goed, heel erg leuk. Nee, maar dat is inderdaad ook dus niet goed. De vraag van is het oudbollig of niet? De vraag is, werkt het? Precies. Mijn boodschap is, Flipje werkt. En als je als stad zo'n uniek symbool hebt, maak er dan optimaal gebruik van. Dat was overigens ook de boodschap van. Wat ga je er nog meer mee doen? Leuk, Flipje, Tiel. En toen? Flipje leent zich. Ik zeg altijd, manneke is in Brussel. Als je naar Brussel gaat, dan ga je toch even naar die markt en toch even bij dat standbeeld kijken. Het stelt weinig voor in de praktijk, maar het is er wel. En je gaat er naartoe. Nou, dat is in Tiel ook. Als je in Tiel bent, wil je even Flipje zien. Ik loop vaak door de binnenstad. En er is bijna geen moment waarop je niet ziet dat de mensen bij het standbeeld staan. Dus er worden foto's gemaakt door bezoekers, mensen maken tegenwoordig een selfie. Nou, dat is allemaal prachtig, want dat is allemaal reclame voor Tiel. Ja. En toch heb ik het idee dat het idee, het concept Flipje, nog veel beter uitgerold kan worden. Ja, dat klopt. Ik heb nog jaren werk. Dus nog, je hebt nog jaren werk. Is dat prima? Dat ja, wat dat heb je voor jezelf goed geregeld. Nee, maar wat mij ook motiveert en energie geeft, is dat die stad als Tiel heeft heel veel potentie. En een manier om Tiel onder de aandacht te brengen is door middel van Flipje. Omdat dat een beeldmerk is wat 80-90% nog namens de bekendheid heeft. Of ik nou in Friesland ben of in Limburg, dezelfde ervaring als jij. Als je zegt, waar werk je of waar woon je in Tiel? Nou, Flipje. Dus dat is zo'n sterke twee-eenheid en die moet je als stad vooral gebruiken. En hoe kun je dat verder uitnutten? Zijn daar plannen voor? Je zegt zelf, ik heb nog een leven lang hier te gaan als het aan mij ligt. Ja. Welke plannen zijn er om? Nou ja, er zijn heel veel plannen. Wat mooi zou zijn, is dat je Flipje bijvoorbeeld ook weer op de landelijke televisie zou krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een voorleesprogramma of iets dergelijks. Daar liggen kansen te over. En bovendien verbind je dan ook nog het beeldmerk Flipje met maatschappelijk relevante thema's. Zijn er al concrete plannen voor? Nou, we zijn inderdaad benaderd om na te denken over het mogelijk maken van een voorleesprogramma. Leuk. Ja. Benaderd door een omroep? Door een omroep, ja. Leuk. Ja. Wanneer komt dat naar buiten? Nou, wij zitten natuurlijk nu in de fase van. Ik mag niet open dat Omroep Max is, hè? Nee, het is niet Omroep Max. Okay. Nee, maar je moet natuurlijk eerst kijken van, is het ook financieel rond te krijgen? Hè? Want er moeten opnames gemaakt worden en je weet, een opname is duur, hè? Je ziet dat ook vanavond. Ja. Dus er moet gewoon, je moet mensen enthousiast maken om daar mee te werken. We willen natuurlijk ook kijken of er interesse is bij het bedrijfsleven om dat te doen. Want het is natuurlijk een nationaal podium. Ja, zeker. Nou, we hebben ook gezien Flipje in Madurodam. 5 jaar geleden is Flipje daar geplaatst. En nou, dat draagt allemaal bij om de bekendheid van Tiel mogelijk te maken. We hebben binnenkort in het Openluchtmuseum in Arnhem een dag van de Gelderse tradities. Worden wij ook weer gebeld vanuit de organisatie van,
Het zou leuk zijn als Flipje ook in het park aanwezig is, want nou, dan kan hij rondlopen en mensen een handje geven. Wat dat betreft is het echt wel een sneeuwbal effect. Ja, ja, absoluut. Ik herinner me nog even toen het Koninklijk Huis hier op bezoek was, hè, met het 50 jaar bestaan van het Corso. Het plaatje wat alle zeg maar media hadden, was de foto van Flipje die een potje jam overhandigde aan Maxima. Nou, dat plaatje van Flipje en Maxima in Tiel, dat is natuurlijk goud waard. Ja, zeker. Een andere uiting om Tiel verder op die kaart te zetten is dat blad, hè? Uit in Tiel. Wat jaarlijks uitgegeven. Met Flipje op de cover en Frans-Duits. En onze Frans. Onze Frans, ja. Frans en Flipje. Dat is in april gelanceerd, meen ik. Daar waren we bij, daar gaan we nu even naar kijken. Ja, de zon is verkeerd. Nou, we hebben net de eerste uit in Tiel of ons uitgereikt. Want ik zat op twee voorpagina's, daar ben ik enorm trots op. Ja. Dat is een bekende Nederlander uit Tiel. En we zijn het blad gaan verspreiden. Dus je bent de eerste vrouw langskomen met de bakfiets. Ja. En wil je jou staan zo zeggen? Bakfietsen zijn vol. Bakfietsen zijn vol. Nee, gang de gas erop. Ja. Nou, dankjewel. We leggen ze neer. Leuk. Ja. Boekies te koop. Boekies. Nou, dat was een mooi verhaal. Ik vond het wel een beetje knullig hoor. De burgemeester in de bakfiets. Of moet ik dat ludiek zien? Ja, dat moet je ludiek zien, want wat je wil als je iets promoot, is je wil aandacht en je wil dat op een originele manier brengen. Volgens mij is dat gelukt. Dat is zeker gelukt, ja, dat klopt. Even, in hoeverre kan Flipje nog verder de problemen in de binnenstad, die zijn je al bekend. Flipje speelt natuurlijk ook een rol in het omhoogtrekken van die binnenstad. In hoeverre denk je dat gaat lukken met Flipje? Ja, ik denk niet dat je het aan één figuur moet ophangen. Kijk, heb je erover gesproken met de nieuwe binnenstadsmanager, Gert-Jan van Inge? Ja, absoluut. Ja, en die is ook met tal van initiatieven bezig. Wat je overigens ook ziet, maar daar past Flipje naadloos in. Dat met name in de binnenstad men bezig is om Tiel als fruitstad te positioneren. Dus er zijn nu allerlei projecten die worden opgezet door ondernemers. Om ook die fruitcultuur weer zichtbaar te maken in de stad. Volgens mij is dat ook voor een toeristische bezoeker aantrekkelijk. Hè? Want die komt toch, denk ik... Nu nog nauwelijks zichtbaar eigenlijk. Ja, nu nog veel te onzichtbaar. En daar liggen volgens mij enorme kansen. Want kijk, Tiel ligt in de Betuwe. De Betuwe is fruit. Tiel heeft ook van oudsher die relatie met fruit. En dat is ook een stukje identiteit van deze stad. En die moet je volgens mij inderdaad niet wegstoppen. Maar die moet je laten zien en tot leven brengen. En daar liggen veel kansen ook voor ondernemers. Mooi. Nog meer dingen die je wilt vertellen? Nou ja, we hebben dit jaar het 80-jarig bestaan van Flipje. Dus in 1935 is Flipje bedacht. Ja. En is door de jamfabriek toen als reclame-icoon geïntroduceerd. En ja, 80 jaar een reclame-icoon met nog zo'n naamsbekendheid. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus we hebben bedacht, we gaan dit jaar een aantal leuke activiteiten bedenken rondom het 80-jarig bestaan. Ja, we hebben Alexandra Versteen onlangs in de uitzending gehad. Die heeft er ook over verteld. Okay, onder andere de postzegels. Die heb je bij. Ja. Zijn ze al op de markt? Die zijn op de markt. En de grap is met postzegels. We hebben nu een behoorlijke serie van postzegels rondom Flipje. Elke keer als wij een postzegel uitbrengen met Flipje, dan komt heel Nederland naar Tiel toe. Met name dus dat werkt echt? Dat werkt. Met name ook voor verzamelaars. Ik weet nog goed, de eerste keer dat wij een postzegel uitbrachten met Flipje, toen was hij binnen een half uur uitverkocht. Zo. En je moet nog oppassen dat je geen ruzie maakt, omdat je het laatste velletje verkocht hebt. Hey, en de oplagen, hoe werkt dat dan? Nou ja, zijn er deze keer zeg maar gedrukt? Ik dacht 10.000. En wat wij proberen na te streven, is dat we elke keer met een unieke postzegel komen. Die dan ook bijzonder blijft. Hè? Dus we blijven niet herdrukken. Maar bijvoorbeeld vorig jaar met WK voetbal. Toen hebben we Flipje voor Oranje. Flipje op de postzegel in het oranje met de voetbal. Nou, fantastisch. Binnen de kortste keer uitverkocht. Nou, Roland van Vught. Als stadspromoter goed bezig. Blijf dat vooral ook doen. Gaan we doen. We gaan het hebben over het arbeidsmarktonderzoek van ROC Rivor en OCT. En daarvoor hebben we hier uitgenodigd
Kees Kruidwagen van OCT en Paul Nieuwenhuis van ROC Rivor. Een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door scholieren in opdracht van het bedrijfsleven. Kun je iets over vertellen? Ja, we zijn in september begonnen met het praktijklab binnen het ROC Rivor. Dat is eigenlijk de nieuwe onderneming binnen het ROC. Omdat we onze mbo-studenten veel ondernemender en praktijkgerichter al willen afleveren. En dat moet je vanaf jaar 1 eigenlijk mee beginnen. Praktijklab, dat klinkt stoer. Wat is het precies? Praktijklab is eigenlijk het bedrijf binnen de school waar elke student opdrachten en projecten doet onder begeleiding. Maar dat zijn projecten en opdrachten uit de regio. Dus van echte opdrachtgevers. Toen kwam het OCT. Toen kwam het OCT, want we hadden al een relatie. Hè? OCT kwam wel eens bij ons op bezoek voor ledenvergaderingen. Klopt. En zo ontstond eigenlijk een eerste contact van hoe leuk zou het zijn als we samen iets zouden doen. Studenten. En de arbeidsmarkt vertegenwoordigd door OCT. Wij hebben een praktijklab. Vertel. Wat houdt het in? Ja. En dan ga je zitten denken. Dan zeg je van, ja, wij zijn natuurlijk een ondernemersclub binnen de Tielse bedrijventerreinen. Van 160, 170 ondernemers die daarbij aangesloten zijn. Wij zoeken straks studenten om bij ons te komen werken. En dan ga je eens even kijken, is die opleiding eigenlijk nog steeds geschikt voor de mensen die wij zoeken? Ja, matcht dat. En dat is precies, maar dat is een wederzijdsheid. De opleiding, welke opleidingen zijn dat? Dus, wij zijn praktijklabs gestart met de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening. Dat is één van de drie academies, want we hebben ook de Academie voor Zorg en Welzijn en nog de Academie voor Bouw, hè, dat is die groep. We zijn begonnen met die Academie voor Ondernemerschap. Omdat dat natuurlijk ook de groep jonge mensen is die met name naar die arbeidsmarkt straks ook in de functies komen waarin ze werken met externe opdrachtgevers. Uh-huh. Dus daar zijn wij gestart. Maar de ambitie reikt verder. We willen eigenlijk dit komend jaar de academie uitbouwen. Dus de Academie van Ondernemerschap daar binnen het praktijklab uitbouwen. En dan doorschalen ook naar de andere academies. Hoe luidde de onderzoeksvraag? Nou, die vielen in vier stukken uit één van... het is de bedoeling dat de leerlingen zelf het werk doen onder begeleiding van hun docenten uiteraard. En van jongens, luister eens even, dit is ons bestand. Is het bestand van ons nog actueel? Ga dat eens onderzoeken. Vervolgens schrijf die mensen eens aan. Bouw zelf je enquêtevragen. En dit is eigenlijk een beetje de bedoeling dat we dit komen te weten. Ja. En als je dat dus zegt, krijg je de vrije hand om daarmee om te gaan. Ben je als student zover om dat dusdanig te formuleren? En vervolgens ga je proefvragen samenstellen... En dan zullen wij je een aantal ondernemers toewijzen. Ga daar nou eens heen en stel die proefvragen. Klopt het? Zijn ze pittig genoeg? Zijn ze scherp genoeg? Kun je ze voor mij nog fine-tunen? En is een vraag niet tweeledig uitlegbaar? En dat is heel erg leuk, want ze kwamen terug daarvan. Want dit is eigenlijk, ze komen dan bij jou terug, Paul. Maar het leuke is, ze komen dan terug en dan zeggen ze van... Hey, die vragen zijn niet scherp genoeg. We moeten het... En dat is dus de praktijk... Die ze dus leren bij die ondernemers. En die ondernemers die zitten natuurlijk, terwijl ze die vragen krijgen, zitten ze natuurlijk van, nou, deze student of studenten, is dat straks iets voor mijn bedrijf? Ja. Dat is leuk. En matcht dat. Nou, misschien is mijn hele denkbeeld daarin wel fout, hoor. Maar ik praat je met name over een jaar of tien geleden. Had je allerlei opleidingen, ook bij het ROC. En dan dacht ik, ja, hartstikke leuk. Die opleiding zal ongetwijfeld fantastisch zijn. Maar wat moet die arbeidsmarkt er nou mee? Ja. Nou, het leuke is dat, maar goed, dan loop je misschien een beetje vooruit met gegevens, maar uit dat onderzoek komt nou juist naar voren dat deze regio met name mbo's gaat aantrekken de komende jaren. We hebben gekeken tussen nu en 5 jaar, wat ga je aantrekken. En we hebben hier van oudsher van alles gemaakt. Ja. Maar waar waren de schilders en de metselaars en zo maar door? Ja, nou wat er uit het onderzoek komt is dat er eigenlijk goed om te cijfers te twee groepen die er echt uitkomen. Hè? Dus als je gevraagd van wat voor een mbo's gaan dan aantrekken. Mm-hmm. Productiemedewerkers, en dat zijn dan niet alleen, moet je denken, traditioneel de heftruckchauffeurs, maar dat zijn de mensen die ook vanuit een bureau allerlei zaken doen. Hè? Want het hele logistieke, productie gaat natuurlijk steeds meer vanuit een computer. Ja. En de tweede belangrijke groep, en dat heeft ook alles te maken met de groei, is sales. Sales en marketing mensen. Verkoop. Mag je hieruit de conclusie trekken dat de crisis voorbij is, of dat... De arbeidsmarkt aantrekken in de regio? Er is veel vertrouwen. Ja. Dat kan je wel concluderen. Onder de leden van het OCT is veel vertrouwen. Ja. Dat mag je daar wel uit concluderen. Dat bleek ook uit de vragen dat de ondernemers zeggen van... hoeveel mensen heeft u nodig zometeen? Nou, wij denken wel binnen nu en 5 jaar toch een fix aantal personen te kunnen plaatsen. Niet alleen vanwege leeftijd, maar ook omdat we willen uitbreiden.
De potentie zit erin en de ondernemers die willen. En dan is het dus heel goed te kijken of het onderwijs daarbij aansluit. Want wil je over 5, 6 of 7 jaar opgeleide mensen hebben, dan moet je dus nu, trek je naast elkaar op of trek je met elkaar op. Met elkaar weten. Ja, jullie hebben elkaar weten. In ieder geval gevonden. Hè? Allebei enthousiast. Nou, het goede nieuws van ROC Rivo is natuurlijk ook dat het een soort van zelfbevestigend onderzoek is. Dat jullie goed bezig zijn, dat jullie de juiste opleiding aanbieden. Dat is prettig. Ja, ja. Nou, en waar ik dan ook wel blij mee ben, is dat natuurlijk iedereen heeft over competentie reguleren. Competenties worden belangrijk. En dat is nou ook weer zoiets leuks wat uit dat onderzoek komt. Wat cijferlijsten zeggen, natuurlijk, de diploma is allerbelangrijkste. Je moet een diploma hebben, anders ben je niet gekwalificeerd. Vervolgens kijkt men bijna niet meer naar een cijferlijst. Hè. Dus, maar ik geloof dat nog een kleine 30% aan de cijferlijst kijkt. Vind ik bijzonder. Maar waar kijken ze wel naar? Competenties. En wel de skills. Competenties. Ja. En het leuke was dat die jongens tijdens het onderzoek, die dachten van, hey, talen, helemaal niet zo verschrikkelijk belangrijk. Engels kennen we wel een beetje, dat krijgen we op school. Maar Duits krijgen we ook op school. Dat zal niet zo belangrijk zijn, terwijl uit het onderzoek komt dat Duits zo verschrikkelijk. Het zijn onze buren. Ja. Dus dat heel erg belangrijk is. Viel ze een beetje tegen. Maar ze gaan er tegenaan. Ja. Ja, en die competenties, dat zijn doorzettingsvermogen? Ja, doorzettingsvermogen, discipline, maar ook met name proactiviteit, flexibiliteit, ondernemerschap. Hè. Ja. Dus mensen moeten zelfstartend zijn. Zeker in die kleinere bedrijven hier in een lastige regio. Ze vragen gewoon pit. Ja, dat bijzonder om dat er zo uit te halen. Dat is nou juist waarom we dat praktijklab oprichten. Omdat we mensen wat meer ondernemerschap en wat meer ondernemend gedrag willen aanleren. Ja, jullie leveren die jongens en meiden met pit af. Hartstikke leuk. Ik wil nou al 3 keer afronden. Jij blijft me doorgaan. Dan zal ik dat even netjes doen. Okay. Een uitsmijter van Kees. Ik zal dat even keurig afronden voor je. We waren met de studenten bezig en dat was zo grappig. Ik zei, jongens, dan moet je, snap je dus, daar zitten die ondernemers zo meteen in de zaal. Ja. Die kijken naar jou, hoe jij je presenteert op dat podium zo meteen. Mm. En na afloop gaan we eventjes wat drinken. Oh, dan gaan we even dat wat drinken. Ik zeg, dat heet een netwerkborrel bij ons. En het was zo leuk, ze waren aan het afronden samen. En toen zei ze, oké. Hoe heette het ook alweer? Netwerkborrel. Oké. Nou, dan zien we jullie straks na afloop ook nog even op de netwerkborrel. Zullen we afspreken? Ja, heel verstandig. Goed idee. Dit was weer een aflevering van Van der Vlerk. En Ter Haar. Natuurlijk zijn wij er volgende week weer. Graag tot dan.